Waarom stimuleren wij innovatie? Niet om het bedrijfsleven te helpen, maar om het welzijn van de hele bevolking te bevorderen. En dat is welzijn in consumptiezin, maar ook welzijn in immateriële zin. Denk aan gezondheidszorg, milieu, cultuur, etc. Dus willen wij een veel bredere opvatting van innovatie stimuleren en willen wij innovatie ook veel meer verbinden aan kennisontwikkeling, inclusief de culturele component van kennisontwikkeling, dan is OCW een veel logischere plek dan EZ. Innovaties komen nooit uit het niets voort. Het idee dat er een paar Willy Wortels in de samenleving zijn die op hun zolder fantastische nieuwe ideeën bedenken, dat is achterhaald. Het zijn juist samenwerkingsprocessen in netwerken binnen en tussen organisaties waaruit nieuwe innovaties voortkomen. En die innovaties maken altijd gebruik van bestaande technologie en proberen die in nieuwe configuraties met nieuwe functionaliteiten verder te ontwikkelen. En dat is een typisch evolutionair proces waarin je generaties van technologieën kan onderscheiden en bepaalde stambomen kan afleiden welke technologie uit welke andere technologie is voortgekomen. Dat is eigenlijk het uitgangspunt van de evolutionaire economie. Dat de economie zich padafhankelijk ontwikkelt en niet richting voorbestemde evenwichten, zoals de standaardtheorie het wil. Dus dat is eigenlijk het belangrijkste onderscheid. De standaardtheorie is ahistorisch. Het maakt niet uit in welke volgorde gebeurtenissen plaatsvinden. De economie convergeert naar een bepaald evenwicht, dat enkel door structurele parameters wordt bepaald. Bij de evolutionaire economie zijn het nou juist wel de volgorde van gebeurtenissen die bepalen welke regio bijvoorbeeld uiteindelijk dominant wordt in een bedrijfstak, welke bedrijf zich tot een marktleider weet op te werken. Nou, met dat routinebegrip zijn evolutionaire economen modellen gaan maken, wiskundige modellen, waarbij zij biologische principes hebben toegepast op economische processen. En zij vatten een economie op als een set van routines die worden gereproduceerd door bedrijven en door consumenten. En die routines die het beste aangepast zijn aan de omgeving, bijvoorbeeld bedrijven die bedrijfsmodellen hanteren die passen bij de vraag naar een nieuw product, die routines zullen overleven en zullen zich verspreiden in de economie. En die routines die zich niet goed hebben weten aan te passen, die zullen verdwijnen. En dat variatieselectieproces van routines, dat heeft natuurlijk een duidelijke analogie in de biologie, waarin je variatie en selectie van genen hebt. En zo kan je economische ontwikkeling, inclusief het ontstaan van nieuwe bedrijfstakken, de marktleiderschap van bepaalde bedrijven, kan je gaan verklaren uit de routines die die bedrijven hebben ontwikkeld en succesvol hebben weten te vermarkten in de vorm van een nieuwe innovatie. Hoewel evolutionaire economie binnen de economische wetenschap niet een heel dominante positie inneemt, zie je wel dat het heel goed ingang vindt in beleidskringen. En dan met name bij de Europese Commissie, omdat die naast regionaal beleid, innovatiebeleid als een belangrijkste pijler heeft. En in dat soort beleid kan je heel moeilijk uit de voeten met evenwichtsmodellen zoals we die kennen uit de neoclassieke economie, modellen zoals we die kennen van het Centraal Planbureau. En zal je toch toch gebruik moeten maken van andersoortige economische inzichten. En dan zie je dat ze heel erg leunen op de inzichten van die evolutionaire economie.